Michael Salons, voorzitter van de vakbond bij Openbare Werken, heeft de leerkrachten die vandaag uit protest niet aan het werk zijn gegaan, opgeroepen om de acties van de Centrale van Landsdienarenorganisatie CLO te ondersteunen. Salons merkt op dat het bij de leraren niet moet blijven bij het actiemodel van vandaag. Ze moeten niet thuis zitten en zeggen goed zo leerkrachten. Die leerkrachten moeten ook niet thuis blijven. Laat ze de zaak komen ondersteunen. En gaan naar hun bondsgebouw morgen en de besturen daar die opdracht geven. We gaan fysiek de zaak ondersteunen. Want walla malay viering. 100%. En hoe groter de groep, hoe eerder jij je doel bereikt. Want als een groep dan ching, ja, chan olafono. Ja, dus die groep moet gaan uitbreiden, zodat we onze doel kunnen gaan bereiken. Ja? Dus onderwijsgevende, we vieren toe, want een organisatie komt uit Kaba. Geef jouw bestuur opdracht dat je niet thuis wil blijven. Je komt, en dat moet hij morgen doen, want vandaag heeft hij al gezegd dat hij thuis moet blijven. Maar blijf niet thuis, kom de zaak hier ondersteunen. Ja? We wachten nog even op meer mensen, kom de zaak ondersteunen. En morgen gaat u ook weer niet naar school. U eist uw bestuur dat u daar komt. En u gaat daar vragen dat uw bestuur fysiek moet meedoen aan deze actie. Ik zeg het nogmaals, jij bepaalt jouw bestuur. Salon stelt dat de leden van de bonden de besturen moeten eisen dat zij doen wat goed is voor hun leden. CLO-voorzitter Ronald Hooghaart was op het moment dat de redactiepols hoogte van de situatie op het SIVA-plein nam niet op locatie. Gisteren hebben de vakbondsleiders een groep inheemsen van de organisatie van inheemse dorpen in Para en Kommewijnen ondersteund toen zij een petitie hebben aangeboden aan de leiding van de Nationale Assemblee. De acties van de CLO zijn nu al 2 weken gaande.